Hallo, welkom. Tot nu toe hebben we het gehad over het elektrisch veld. Wat het is en, erg belangrijk, hoe je kunt berekenen hoe groot de energie van een geladen deeltje in zo'n veld is. Dit hoofdstuk gaat echter over elektromagnetisme. Dus behalve een elektrisch veld is hier ook nog van belang een magnetisch veld. En dat is waar deze presentatie over zal gaan. Magnetisme. Je komt het tegen bij verschillende soorten magneten. Ieder in een eigen vorm. We zullen vooral te maken krijgen met de staaf en de hoefmagneet. Je weet het wellicht al, maar iedere magneet heeft een noord- en een zuidpool. Op zich lijkt het logisch, maar het is wel een groot verschil met een geladen deeltje. Daar is een deeltje of plus of min. De lading kan zelfstandig voorkomen. En dit is bij magneet nooit het geval. Altijd is er een noord- en een zuidpool. Een overeenkomst met een geladen deeltje is dat twee gelijke polen elkaar afstoten. En twee ongelijke polen elkaar aantrekken. Vergelijk het weer met de lading. Twee gelijke ladingen stoten elkaar ook af en twee ongelijke ladingen trekken elkaar aan. Een magneet kan niet zomaar ieder voorwerp aantrekken. Alleen voorwerpen gemaakt van ijzer, nikkel en kobalt worden door een magneet aangetrokken. Zowel de Noord- als de Zuidpool trekken even hard aan deze voorwerpen. Maar hoe komt het dat een magneet zo'n voorwerp kan aantrekken? Wel, als je op atomair niveau een stuk ijzer of nikkel of kobalt bekijkt, dan zie je dat ieder atoom eigenlijk een mini-magneet is. We noemen dat elementaire magneten. Normaal merk je daar niet zoveel van, maar wat denk je als er een magneet naar zijn voorwerp was gehouden? Denk eerst even na, dus druk even op pauze en neem de tijd. Ieder magneetje wordt door een magneet in het glit geduwd, zodat alle mini-magneetjes plots in dezelfde richting komen te staan. Door deze actie wordt het stuk ijzer dus ook zelf een magneet en wordt dus aangetrokken. Het magnetisch maken van ijzer, nikkel of kobalt door een andere magneet wordt magnetische influentie genoemd. Pas als mini-magneetjes weer kriskras door elkaar komen te liggen, zal een stuk ijzer, nikkel of kobalt zijn magnetische eigenschappen verliezen. En dit kan door ze te verhitten. Verhitten betekent immers dat de atomen heftiger gaan bewegen, waardoor ze weer alle kanten op komen te staan. Maar je kunt er ook gewoon flink op losslaan. Een elektrisch geladen deeltje kon op afstand een ander deeltje beïnvloeden. Hierdoor kwam men op het idee dat er dus een invloedssfeer om zijn deeltje moest bestaan. Het elektrisch veld. Net zoals met een magneet. Ook die kan voorwerpen op afstand beïnvloeden door een veld. Het ligt voor de hand om dit een magnetisch veld te noemen. Net als bij het elektrisch veld kun je het magnetisch veld weergeven met veldlijnen. Een paar eigenschappen hiervan. Ze lopen altijd van noord naar zuid. Althans, buiten de magneet, want binnen de magneet lopen ze van zuid naar noord. Maar, hey, let op, dit is een verschil met een elektrische veldlijn. Weet je nog wat er met elektrische veldlijnen binnen een glijder aan de hand is? Als je het niet weet, zoek het even op in je aantekeningen of kijk in je boek. Ook een verschil met elektrische veldlijnen is dat ze niet loodrecht op een magneet hoeven te staan. Een elektrische veldlijn staat altijd loodrecht op een glijder. Een magnetische veldlijn kan een hoek met de magneet maken. Wat wel weer gelijk is met een elektrische veldlijn is dat ze de richting van het veld aangeven. Kijk eens naar het rode stipje boven de magneet. De richting van het magnetische veld in dat stipje is gelijk aan de raaklijn aan de veldlijn. En dat is weer precies gelijk als de situatie met de elektrische veldlijnen. Ook geldt hier dat de sterkte van het veld wordt aangegeven door het aantal aanwezige veldlijnen. Je kunt hieruit meteen ook concluderen dat het veld bij de beide polen het sterkst is en in het midden juist zeer zwak is. Dus magnetische veldlijnen en elektrische veldlijnen hebben overeenkomsten, maar zijn ook op een aantal punten verschillend. Maar hoe sterk is een magneet en hoe druk je dat uit? Eerst de officiële naam voor de sterkte van het magnetische veld. Dat noemen we magnetische inductie. Het symbool hiervoor is de hoofdletter B
En magnetische inductie is een vectorgrootheid, want het heeft een richting en het heeft een grootte. De eenheid van magnetische inductie is Tesla. Kijk, hier heb je meneer Tesla zelf. Zoals eerder gezegd, zul je vooral te maken krijgen met een staaf en met een hoefmagneet. Hier heb je een hoefmagneet. Hierbij is van belang dat het magnetisch veld binnen een magneet keurig gerangschikt is. De lijnen zijn mooi evenwijdig en onderling op precies dezelfde afstand. En dat betekent dus dat ze overal dezelfde richting hebben en overal het magnetisch veld ook even sterk is. De magnetische inductie is overal even groot. Dit kwamen we ook tegen bij het elektrisch veld. Het is daar een speciaal veld en ook bij het magnetisch veld is het dus een speciaal veld. Denk weer even na hoe je zo'n veld ook weer noemde. Dus klik even op pauze voor je verder gaat. Inderdaad, een homogeen magnetisch veld. Een kompas wijst altijd naar noorden. Dit komt doordat de aarde zelf ook een magnetisch veld heeft met een noord- en een zuidpool. Maar let op, de noordpool van het kompas wijst naar het noorden toe. En dat kan alleen maar als daar een zuidpool is. Dus de geografische noordpool van de aarde is de magnetische zuidpool. Anders zou de noordpool van het kompas nooit die kant opgetrokken worden. We gaan even bekijken hoe sterk een magnetische inductie is van een aantal magnetische velden. Puur om indruk te krijgen in welke orde je moet denken als je met magnetische inducties gaat werken. Ik noem het soort magnetisch veld en na een drietal seconden komt de grootte van de magnetische inductie op het scherm te staan. Je hebt dus iedere keer even de tijd om voor jezelf te bedenken hoe groot het zou kunnen zijn. We starten met aardmagnetisch veld. Hoe groot is de magnetische inductie daarvan? Je ziet, het is maar ontzettend zwak. Het varieert ook op de diverse plekken van de aarde. In een luidspreker zitten ook magneten. Hoe groot zijn deze magneten in de magnetische inductie? Behoorlijk groter dan die van de aardmagnetisch veld, maar je merkt wel, magnetische inductie is op zich geen groot getal. Een hele belangrijke toepassing van een magnetisch veld is in de MRI-scanner. Hoe groot is daar de magnetische inductie? Dit varieert ook. De oudere MRI-scanners hebben 1,5 Tesla en de nieuwste die zijn een stuk sterker, 7 Tesla. Maar het kan nog sterker. In CERN in Genève worden de protonen in baan gehouden met elektromagneten. Hoe sterk zouden ze daar zijn? ...22 Tesla. Op aarde kunnen we zogenaamde pulsmagneten maken. Dat zijn magneten die in hele korte tijd een heel groot magneetveld kunnen opwekken. De grootte hiervan kan worden 100 Tesla, maar nogmaals, dat kan maar heel even in stand worden gehouden. Dus eigenlijk zijn de magneten in de deeltjeversneller van Genève op dit moment de sterksten die we hier kunnen maken. Maar alles hier op aarde valt in niet vergeleken met wat er bij een neutronenster plaatsvindt. Een neutronenster is een ster, zoals de naam zegt, die puur en alleen uit neutronen bestaat. 1 theelepeltje neutronenster weegt al gauw meer dan 1 miljard ton. En 1 ton is 1000 kilogram. Dus heel erg zwaar. Maar hoe sterk is de magnetische inductie? Dat is net als zijn gewicht eigenlijk niet voor te stellen. Een 1 met 9 nullen Tesla. Dat is andere koek. Oftewel, dan moet je niet met je magneetpasje in de buurt komen. Tot zover de introductie van magnetische velden. Ik hoop dat het genoeg was om het te volgen.